Pot. Vandaag gaan wij nadenken over het woord pot, dat 48 keer in de Bijbel verschijnt. Een pot wordt gebruikt om vloeibare of half vloeibare substanties in op te slaan. Het verwijst meestal naar huishoudelijk gereedschap, waarschijnlijk een pan of ketel om te koken. We kijken waar de pot in de Bijbel wordt gebruikt. Vloeibaar materiaal bewaren. Hier horen wij dat de aardekruik diep en smal, zonder handvatten, waarschijnlijk zoals de Romeinse en Egyptische amfora, geplaatst wordt in een standaard van hout of steen. De olie werd bewaard in een kruik. Kookmateriaal. De profeet vertelt dat een aardepot werd gebruikt om te stoven of te koken. As bewaren. God geeft een opdracht aan Mozes om bronzen poten te maken voor het altaar. De poten zijn bedoeld om as in te bewaren. Manna bewaren. Hier lezen wij dat in een kruik het manna werd gedaan. Het volk en de stad. In de tekst worden de stad Jeruzalem en haar inwoners vergeleken met een koperen pot of ketel waarin men vlees kookte. De koning van Babylon, Nebukadnezar, nam Jeruzalem in en verbrandde Jeruzalem. Potten en andere grote vaten in de Bijbel vertegenwoordigen die feiten en feitelijke ideeën. Die dienen als containers voor waarheid op dezelfde manier als potten dienen als containers voor water of wijn. Potten vervullen hun functie omdat ze hard, sterk en ondoordringbaar zijn. Feiten zijn ook absoluut en onveranderlijk en vervullen hun functie op dezelfde manier. En poten moeten worden gevuld om elk doel te dienen. Net zoals feiten met waarheid gevuld moeten worden om elk doel te dienen. Laat ons bidden. Barmhartige God, wij zijn net als de potten, breekbaar. Vul ons met de olie van liefde en geloof, opdat wij in ons geloof sterker mogen worden en groeien. Amen.